19 september, Sa Makadaka. Dat is dus komende zondag. En we willen graag weten wat deze dag is, wat de achtergrond van de dag is en hoe het gevierd wordt normaal. Het is nog niet zo lang dat het gevierd wordt. En we praten vandaag daarover met professor Frank Yabini, die ons hier alles over weet te vertellen. Professor, wat is Sa Makadaka? Sa Makadaka is de dag waarop de Saramakanes vrede hebben getekend met de koloniale overheid. En dat was 19 september 1762. We staan hier aan de waterkant voor het gebouw van de Suralco, oud Suralco gebouw. Kunt u ons zeggen waarom het interview hier plaatsvindt? Het is inderdaad goed dat we hier staan, omdat toen de vrede getekend werd in 1762, werden eigenlijk, om het zo te zeggen, uitwisseling gedaan. De koloniale overheid moest iemand geven die dan zou gaan wonen onder de Saramakaners. En de Saramakaners moesten ook iemand afstaan die dan in Paramaribo zou wonen. Wanneer de mensen in Paramaribo of de Saramakaners iets zouden doen met de vertegenwoordiger van de koloniale overheid, dan zouden ze ook iets doen met die Saramakaner daar. En de persoon die was overgedragen, een van ze, hij heette Jaku. Zo kende men in het Saramakaans gebied Jaku. En hij heeft hier op het erf gewoond, heb ik begrepen. Dus het is natuurlijk een bijzondere plek. Ja. En waarom precies 19 september? Wat gebeurde er op 19 september? Oké, dus eigenlijk is er een lange geschiedenis eigenlijk. De Saramakaners woonden, ze waren al 1680, rond die periode, waren ze al in het bos, waren ze al ontvlucht. En ze hebben dus al die jaren gewoond daar. En ze hebben acties ondernomen, plantages beroofd, maar vooral mensen meegenomen. En daar had de koloniale overheid problemen mee. En in eerste instantie probeerden ze met wetten de mensen klein te krijgen. Bijvoorbeeld iedereen die een marron kon inleveren, die kreeg 5 gulden. En later was er zelfs 1500 gulden in die tijd, wanneer je actie zou ondernemen en een marron zou brengen. Maar het heeft niet gewerkt. En toen heeft men gezegd, weet je wat, we moeten vrede sluiten. En er zijn verschillende pogingen geweest, één in 1730. En daar kwam de gouverneur met het voorstel om ze allemaal een generale pardon te geven. Dus dan zouden ze niets meer toerekenen. Maar natuurlijk, de Saramakaners waren al vrije mensen. Dus ze hebben niet daarop gereageerd. Waarom ga je een pardon geven? Toch? En toen kwam er één in 1749. Dat was wat ze hebben gedaan. Ze zeiden, we gaan vechten tegen ze. Een flinke pakslaag geven. En dan gaan ze gedwongen zijn om vrede te tekenen. Dat is toen gebeurd. Ze hebben werkelijk heel veel huizen van de Saramakaners gebrand toen. Ik dacht meer dan 400 huizen. Dus dat is al in die tijd heel wat. Maar natuurlijk, de Saramakaners hadden ze niet overwonnen. Maar toch werd er toen vrede getekend. In onze geschiedenisboeken staat er onder Adu. En goed, maar die vrede heeft geen stand gehouden. En later in 1762 werd er toen vrede getekend. Nadat de Okanes in 1760 hebben getekend, zijn ze ook vrede gaan tekenen en die heeft dan stand gehouden. Oké, dus de Saramakaners waren de eerste die met het vredesproces begonnen? Ja, zij zijn eerst begonnen. Dus dat was al, net wat ik zei, 1730. En dan die van 1749 heeft eigenlijk stand gehouden. Wat er is gebeurd, het was getekend. Maar niet met de hele stam. In die tijd waren ze niet één stam. Het waren meer verschillende groepen, verschillende los die nu los zijn geworden. En met enkele uit die groepen is er toen vrede getekend. En toen de koloniale overheid zou gaan, want een van de afspraken was, ze zouden goederen leveren aan de Saramakaners. En toen ze zouden gaan, ze hadden afgesproken een bepaalde periode, maar de koloniale overheid hield zich niet aan hun woord. Ze gingen eerder en dingen zijn misgegaan toen. En zo is dat toen, zeg maar, die vrede is dan, is mislukt. Toch? Maar toen ze in 1762 getekend hebben, hebben ze wel verwezen naar wat in 1749 is gebeurd. Dus dat hebben ze ook meegenomen. U had het over de 400 huizen die zijn verwoest van de Saramakaners. In welk gebied gebeurde dat? Oké, dus het is in het gebied tussen de Saramaka-rivier en de Suriname-rivier in het binnenland.
Maar dan moet ik erbij vertellen dat toen die Saramacaners ontvlucht zijn uit de plantages, zijn ze richting de Saramaca-rivier gegaan en dan bovenop. Daarom heten ze Saramacaners, want ze hebben via de Saramaca-rivier zijn ze gelopen. En het was tussen de Saramaca-rivier, dus bovenop Saramaca-rivier en de Suriname-rivier, daar hadden ze een van hun dorpen, werd toen daar vernietigd. En dan wil ik het toch even hebben weer over de vrede van 1762. Omdat ik heb gelezen hoe die vrede werd bekrachtigd. Kunt u dat vertellen? Dus die vrede, in eerste instantie werd er afspraken gemaakt. Eigenlijk is het op advies van de Oukaners geweest dat de vrede tot stand is gekomen. En bij het moment van ondertekenen, de mensen konden niet schrijven. En wat ze hadden gedaan is wat in de Saramacaanse traditie is wat ze noemen soi. En wat er gebeurt, die mensen maken een insnijding, er wordt bloed genomen, water en dan beide partijen drinken dan daaruit. Ik zou het nu niet doen, maar zo is het toen geweest en dat werd bekrachtigd, dus met je bloed. Dus je mag het niet schenden. En is dat ooit gedaan? Het is gedaan, want in dat verdrag waren tenminste één artikel dat voor problemen heeft gezorgd. En dat was, ze mochten geen weglopers meer opvangen. En dat is een paar keren gebeurd. Die mensen gingen, zogenaamd weglopers, ze gingen naar de plantages om hun broeders daar te bevrijden. En die werden dan meegenomen en vastgehouden. Tot ergernis van de koloniale overheid. Dus het is een paar keren gebeurd. Eigenlijk, veel later in 1835, werd een Gramang afgezet. Juist omdat hij mensen had vastgehouden voor zichzelf. En dat heeft uiteindelijk geleid tot zijn afzetting. Even voor het eerst in de Saramaca-geschiedenis dat een Gramang werd afgezet. Oh. Ja. Goed, oké, dat was dan in 1762. Wat zou u zeggen dat vandaag aan de dag, als we reflecteren naar 19 september, wat is de betekenis van die dag voor de Saramacaner van vandaag? Ik denk in de eerste plaats, het was een erkenning van de vrijheid die de Saramacaners al hadden. Ze hebben gevochten voor hun vrijheid, dus dat verdrag heeft hen geen vrijheid gegeven. Het werd door de koloniale overheid erkend. Ze waren al vrije mensen, toch? En toen hebben ze dat getekend. Ik denk dat het ook voor ons vandaag een teken is van de strijd die er geleverd is toen. Dat de mensen toen gevochten hebben voor vrijheid. En eigenlijk ook voor bevrijding van anderen. En dat was een stukje erkenning voor wat ze gedaan hebben. Mijn boodschap naar de Saramacaanse gemeenschap zou zijn in deze tijd. Er is vrede gesloten met de koloniale overheid toen. Op dit moment in de Saramacaanse gemeenschap zijn er verschillende groepen. Mijn boodschap zou zijn, sluit vrede met elkaar. Dus in plaats van elkaar als vijanden te zien, in plaats van elkaar van, waar lossen nog wat te beschuldigen. We zijn verdeeld geworden door de politiek. Ook vanwege de kerk zijn er verschillende groepen gekomen, enzovoort. Mijn boodschap is, laten wij vrede sluiten met elkaar. En als Saramacaanse gemeenschap dat gebied opbouwen en ons land verder opbouwen, bijdrage leveren. Want de Saramacaners hebben iets te bieden in dit land. Dat is zeker zo. Ik wil het toch nog even hebben over de viering dit weekend. Want voorafgaand aan de viering op zondag is er een Libakrutu. Wat is dat? Dus een Libakrutu is dan een vergadering van de rivier. Hè? Dus de mensen die dan aan de Suriname rivier wonen. En ik moet zeggen, ik heb niet veel informatie erover. Dus ik ben meer, laten we zeggen, vanuit de historische kant bekijk ik de dingen. En ik hoop ook er naartoe te gaan en ik wil ook gaan luisteren. Gaat u voor het eerst naar een viering van de dag? Van de dag daar, ja. Het wordt voor het eerst daar zo gevierd. Maar nu is het eigenlijk, zou er groots gevierd worden, maar met de COVID-situatie zijn er enkele afgevaardigden die zullen gaan. En ik wil het meemaken daar bij de residentie van de Gramang. Ja.